Dag mensen, welkom op deze nieuwe video. Ik heb dus 3 jaar geleden naar de zelfmoordlijn gebeld. 2017 was dat. Het belangrijkste wat ik zei in die video is praten help. Mijn leven ging toen niet goed. Ik ging bijna afstuderen van middelbaar. Ik had zoveel stress. Er zaten heel veel dingen in mijn persoonlijke leven die ik niet per se in de video heb gezegd. Die zorgen dat ik mij niet goed voelde en dat ik hier niet wou zijn. Maar toen ik die video gemaakt heb, ik weet het niet, het was een soort opluchting. En ik ben ook hulp gaan zoeken op school. Ik zei tegen mijn leerkrachten en mijn directeurs, sommige leerkrachten die ik vertrouwde. En die hebben mij geholpen om hulp te zoeken van iemand, gewoon om mee te praten, want ik kon thuis niet daarover praten. En ik ben de oudste, dus ik had heel veel stress. Dit is 3 jaar geleden gebeurd. Ik heb ondertussen een vriendin. Ik zit nu in Brussel. We dragen dit tegenwoordig. Dit is wat we dragen nu. En buiten moeten we dit hebben. Het is een heel bizarre periode, maar ik ben niet zo blij. Dus ik zou dit zo moeten dragen. En het is fucked up. De wereld is fucked up. Lockdown 1 was niet goed. Lockdown 2 is onderweg. Het begint morgen. Ik ben deze video zondag aan het opnemen. Dus het begint morgen. En de dagen worden ook donker. Het is bijna winter. En het is heel belangrijk dat wij voor elkaar zijn. Ik heb het nieuws gekregen en gezien dat Casper, of Kastjop, die vermist was sinds vorige week, dood is teruggevonden. En ik moest denken aan mijn video. Ik denk van, had Casper die video gezien, zou hij gedurfd hebben om hulp te zoeken? Of heeft hij misschien hulp gezocht en heeft hij dat niet gekregen? En ik was er niet goed van. Ik heb dat gisteravond gezien, dat Casper niet meer was. Ik kon dat niet geloven. En toen die vermist was, kon ik dat ook niet geloven. Ik hoopte echt dat die ging terugkomen en veilig. Dus ik heb hier geschreven, na het nieuws van Casper, hoop ik dat iedereen die het moeilijk heeft in deze tijden hulp zoekt op tijd. Ik raad professionele hulp, zowel van AWEL, CAW, wat, maar mijn DM's staan ook open. Hou jullie sterk en zorg voor elkaar. Dus als je donkere gedachten hebt of vragen over zelfdoding, zoek hulp. Echt waar, dat gaat je helpen. Ik heb onlangs op het kanaal van wat, ik heb meegedaan aan deze campagne en ik heb soms moeite om mij zelf kwetsbaar te stellen als ik denk van, misschien gaat dat tegen mij gebruikt worden, maar zoek hulp, echt waar, dat gaat je veel helpen. Hier op Facebook van Kastjop staat, met pijn in het hart hebben we eerder vandaag moeten vernemen dat onze vriend Casper, bij velen gekend en geliefd als Kastjop, overleden is teruggevonden. Jarenlang heeft hij de Belgische YouTube-wereld mee vormgegeven met zijn humor, creativiteit en passie om leuke video's te maken voor zijn volgers. Overal was hij graag gezien en hij stond er ook steeds om met zijn fans te begroeten, mee op de foto te gaan en hen ook zo een leuke herinnering te bezorgen. Zo is Casper. En zo herinneren we hem ook graag. Casper, je hebt ons tal van mooie momenten bezorgd en we hopen dat je nu rust hebt die je verdient. Ik ben nu gewoon zijn laatste video gaan kijken, want gewoon de eerste 15 seconden van die video. Als ik nu denk met wat gebeurd is. Dames en heren, mijn naam is Kastjop en welkom terug bij een gloednieuwe video. Vandaag heb ik heel belangrijk nieuws, heel schokkend nieuws. Het is iets waar ik heel lang heb over moeten nadenken, maar ik heb eindelijk de knoop doorgehakt. Ik heb eindelijk een beslissing gemaakt en als ik kijk tot hier. Dit heeft plots een andere mening. Hier een van de reacties gelaten, Kastjop. Bedankt voor de video's, jokes, babbels, tips en energie. Je was oprecht een goed dude. YouTube in België heeft de legend verloren. Rust zacht, man. Veel sterkte voor de familie, de vrienden en je kijkers. Als jullie mij iets zitten, praat erover. Echt waar, ik kan het niet meer herhalen. Praat erover. Dit is een foto dat ik met Casper had heb getrokken in 2018. Hij was aan het lachen en
Ik denk dat er heel veel mensen, heel veel YouTubers of mensen die op sociale media zijn, die zich anders voordoen. Je weet nooit, nooit, nooit wat in iemand zijn persoonlijke leven gebeurt. Ik ga Casper herinneren als een vriendelijke persoon. Altijd op meetings. Ik heb een keer hem gevraagd om mij Pools te leren. Ja, ik heb een vraag voor jou. Ja. Ik wilde hem iets leren in Pools. Ik wil in Pools leren, oké. Okay. Ja? Curva is een heel bekend woord. Ja, curva ken ik wel. Okay. Curva ken ik. Weer tel tot drie. Ja. Jeden. Jeden. Dva. Dva. Tje. Tje. Jeden, dva, tje. Jeden, dva, tje. Perfect. Jeden, dva, tje. 1, 2, 3. Aan mijn vriendin moest ik dat 40 keer opnieuw. Ja, jeden, dva, tje. Allee. Waarom? En ik wil deze video afsluiten met: hoe is het met jou? Jij die nu deze video aan het kijken bent. Ik heb een paar weken geleden of een paar dagen geleden deze post tegengekomen. Mag ik even jouw aandacht, alsjeblieft? Het is van levensbelang. Ik word blij als mensen over moeilijke dingen praten of over taboe onderwerpen. Chef zegt dat intussen zijn er 31 mensen die ik ken zelfmoord gepleegd. 31 levens. Vorige week, en dan begint hij over zijn verhaal en hier zegt hij waarom dat hij vertelt. Ik wil duidelijk maken dat deze coronacrisis breder is dan de dagelijkse cijfers die we zien in de media. Hij kent meer mensen die zelfmoord hebben gepleegd dan mensen die door corona hebben overleden. Het ergste moest nog komen. Spreek alsjeblieft over uw mentale gezondheid met mensen die je vertrouwt. Het is geen zwakte, echt waar. Daarom doe ik dit. Ik vind dit geen zwakte. We kunnen pas sterk zijn als we onze kwetsbaarheid accepteren. Wanneer men vraagt naar perspectief, zegt egoïst, waar is je denkings aan een ander? Zoveel maanden niets verdient en mag doen dat je graag doet in functie ben je. Vielen gaan. Oh. Laten we stoppen met elkaar te beoordelen. Laten we beginnen met luisteren naar elkaar. Laten we focussen op de samen, in de samenleving. Dat vind ik heel mooi gezegd en ik wil daarmee eindigen ook. Dat zoek hulp en praat, dat gaat veel helpen. Als we zich niet goed voelen of eenzaam voelen, probeer te bellen met oude kennissen en vrienden of mensen die je al lang niet meer hoort. Stuur die gewoon, hoe gaat het? En het is heel belangrijk dat we echt nu meer dan ooit voor elkaar zijn. En niet gewoon, ik ben voor u, maar echt ook zo checken regelmatig. Want anders gaan we mensen blijven verliezen. Ik ben afgestudeerd vorige maand en ik ben nu op zoek naar werk en het is niet gemakkelijk. Maar ik heb een psycholoog en af en toe als het even niet meer gaat, stuur ik haar een mail of bel ik haar van, ik heb nood aan een gesprek. En dat helpt mij om door die moeilijke dagen te gaan. En ik vraag jullie alsjeblieft, als jullie met iets zitten, zoek hulp. En mijn DM's staan ook nog altijd open. Rest in peace, Casper. Thank you. Were you good, guys?